Dit weekend gaat de Formule 1 verder in Brazilië. Het is de laatste race in de tripleheader met Austin en Mexico. Het is opnieuw een sprintweekend en dat betekent dat de coureurs slechts één vrije training hebben om de auto goed af te stellen. De vrijdag belooft onrustig te worden met kans op regen en onweer. De dag begint nog zonnig en dan kan de temperatuur oplopen tot 30 graden. Maar in de middag en avond neemt de kans op regen toe. Tijdens de kwalificatie is het afgekoeld naar zo'n 26 graden. De zaterdag kan er in de ochtend nog wat regen vallen, maar de sprint shootout en de sprintrace zullen naar alle waarschijnlijkheid droog verlopen. Tijdens de shootout is het zo'n 25 graden, tijdens de sprintrace is het afgekoeld tot 20 graden. De zondag in São Paulo verloopt zonnig en droog en dan bedraagt de kans op neerslag zo'n 10%. Tijdens de race komt de temperatuur uit op zo'n 23 graden.